Al jaren staat deze frietkraam in de pauze voor het Mencia de Mendoza Lyceum in Breda. En hij doet goede zaken, want veel leerlingen eten liever een patatje dan een boterham. Is dat elke dag of één keer in de week friet eten? Eén keer in de week. Of iets meer. En daar moet volgens Paul Rozenmuller, voorzitter van het Convenant Gezond Gewicht, een einde aan komen. Hij vindt dat frietkramen bij middelbare scholen verboden moeten worden, net zoals coffeeshops, en roept de gemeente op in actie te komen. De school is het daar helemaal mee eens. Ja, ik vind dat prima. Laat het maar verbieden. We hebben echt geprobeerd een aantal jaren geleden om de frietkar hier weg te krijgen, want we vinden dat geen goede zaak voor de school. De man heeft een ventvergunning, hij mag hier staan, het is een openbare weg. Maar de leerlingen vinden het verbod maar overdreven. De friet krijg je van de school weg, wat vind je daarvan? Onzin. Je kiest er zelf voor als je friet gaat halen, dus dan kan je ook zelf kiezen om niet te doen. En er zijn ook genoeg kinderen die geen friet gaan halen. Die nemen hun eigen lunch mee of halen hun broodjes in de kantine van de school. Wat staat er op het menu vanmiddag? Een broodje zalm met roomkaas en rucola. Bij ons op school verkopen ze vrijwel allemaal gezonde broodjes. Dus het gaat best wel vanzelf. Ook de eigenaar van de frietkraam denkt dat de jongeren heel goed zelf kunnen beslissen wat ze eten. Voor mij een heel stuk minder. Vroeger reden wij met 3 wagens alle scholen rond. En nu nog maar met eentje. Dus dat zegt al genoeg dat de kinderen zelf wel de keuze weten te maken. En af en toe zonder mag best. Ik eet zelf best eens lekker frietje. Zondag is het bij de frietdag thuis. En dan eten we lekker friet.